Het is toch bezopen. En erg slecht voor mijn naam. Erg slecht. Dag, tante Maud. Ja. Er lopen hier mensen... Au! Sorry. Er lopen hier mensen spullen te bekijken waarvan ik straks moet zeggen... Sorry, die kunnen niet geveild worden, want mijn familie wil ze alsnog hebben. Als aandenken. Ze hadden alleen even geen tijd om langs te komen. Au. Tobias, dat verwende joch. Is met geen paard hier naartoe te krijgen. Totaal geen interesse. Ik loop al dagen iedereen te bellen of ze alsjeblieft een aandenken willen komen ophalen. En ze reageren alsof ik een of andere besmettelijke ziekte heb. Totaal geen interesse. Elise ook niet geweest. Zelfs Elise niet. Grootsheid is niet stilzitten wachten op een groots moment. Grootsheid is losbarsten. Voor een peulenschil. Als het om de eer gaat. En zie mij hier nu staan. Mijn vader is vermoord. Mijn moeder een slet. Mijn hart en hersens moeten toch ontploffen. Maar ik wieg ze in slaap en ik zie tot mijn schande hoe 20.000 man voor een illusie, de geur van roem, de dood ingaan. Wat een wereld tussen dit wadden t-shirt en ja, ongelooflijk. Deze kletsnatte Hamlet. Ja, dat heb ik echt in geen jaren gezien. Dat nou, je jonge collega's waren ook stom van mij. Hij is ook jong geweest. Ja, echt. Ongelooflijk. Nee, ze hebben hem nog allemaal nooit gezien. Zeg, in dat stuk speelde Sylvia Millekamp ook nog, maar dat was niet aan tafel, geloof ik. Nee, dat was mijn vriendinnetje in de klas. En toen had ze ook al de kleren gewoon nog aan. En alles gewoon. Ja, dat is nog normaal. Ja, het was nog vuur natuurlijk. Ja. En we hadden een cabaretgroepje op school of zo. En De Mooiste Tijd heette. Dat liedje raak ik ook nooit meer kwijt. De mooiste tijd van je leven zijn die jaren. En dat zongen we dan op cabaret op school. En het was een soort eerste liefde. Ik zat in het tweede jaar van de toneel. Dit was ook een deel van de klas van uit Maastricht. Nee, nee, ik weet niet meer wie die ouders waren, maar... Die ouders, daar hebben we ook nooit meer iets van gehoord. Het was mensen nog nooit gezien, die kennen ik de AVRO, het was een televisiespel, ja. Die zijn misschien allemaal hoofddrama bij de AVRO. Ja, denk ik. Ja. Nou. Ja. Maar het laatste was dan Hamlet. Ja, het is ook gek om te zien, toneel op televisie. Dat is altijd verschrikkelijk. Nou, je ziet, je denkt, oh ja, met zo'n camera erop is het te groot. Is het te veel. Maar ik heb niet het idee dat als ik daar sta en ik doe het, dat het te veel is, of dat het te groot is. Nee, het is bovendien anders dan... Het is een gigantische zaal. Gigantisch. Het zwembad heb ik het nog in gezien, Regentes. Ja. Maar jullie gaan naar de Schouwburg. Uiteindelijk, ja. Zeg, dit is je achtste Shakespeare al, hè? Ja, ja. Heb je erg verlangd naar Hamlet als rol? Nee, eigenlijk niet. Ik had hem al afgeschreven, in eigenlijk. Waarom? Nou, ik dacht dat er waren al zoveel Hamlets geweest en iedereen had hem al gespeeld. Ik dacht, nou, dat ga ik waarschijnlijk niet meer spelen. En dat vond ik ook niet zo heel erg, want mijn favoriete stuk was altijd Othello. Ja. En ik dacht, ik wil zo dolgraag wou ik Othello spelen. Ik had Iago al gespeeld, maar Othello nog niet. Ja. Dus dat zat meer in mijn hoofd dan... Tot Johan zei van... Johan Doesburg, de regisseur van... Zeg Gijs, als je nou Hamlet wil spelen, dan moet je wel opschieten. Anders is het echt, anders ben je echt oud. Ja, ja. Nou ja, het is al opmerkelijk dat we hebben, misschien een dik half jaar geleden, heeft de Trust, net afgesloten, de Hamlet in die versie, was een hele heftige, thrillerachtige voorstelling met Jacob Derwig. Als hij heel jong en heel snel en met telefoontjes en intercommetjes en zo. Ja. Hoe zou je jouw Hamlet omschrijven in tegenstelling daartoe? Wat bezielt jouw Hamlet? Hij wou wraak. Dat wil Hamlet natuurlijk altijd, maar... Ja, nou, ik denk deze Hamlet misschien eigenlijk meer nog worstelt met zichzelf dan met zijn ouders. En met het idee en de wereld om hem heen, die niet is zoals hij wil dat de wereld om hem heen is. En dat wordt natuurlijk verbeeld door de Polonius, door zijn moeder... Die de liefde, wat voor hem de liefde is, bezoedeld heeft. Zijn vader in de steek heeft gelaten. En die oom, die voor hem een non-valeur is. En hij verafgoodde zijn vader, wat voor man dat dan ook was. Ik heb het daar met Johan over gehad, die vader is waarschijnlijk ontzettend lul. Maar juist omdat hij zo'n lul was en Hamlet, zo'n jongen die nooit het zwaard oppakte, maar altijd zat te lezen. Heeft hij juist die vader, die was een soort man, een man. En dat hij voelt dat dat niet is, omdat hij bij alles nadenkt. En over
bij alle dingen die hij meemaakt, maakt hij een probleem van en denkt hij over na. En denkt na over de dood ook. En Johan en ik hebben Johan heeft een hele goede, zijn beste vriend verloren. En ik verloor mijn moeder in de tijd dat ik Decadence deed. Dus daar hebben we toen over gehad. We hebben gezegd, nou, dat is voor ons, als je iemand verliest, hoe ga je dan met het leven om? Hoe ziet de rest van je, en vooral als je ouders verliest, dan schuif je op. Hè, dan is er tussen de dood en jou is er niks meer. Ja. En als je dan ook geen kinderen hebt, dan kom je in een soort niemandsland. Als je dan ook niet de kroon krijgt waar hij recht op heeft, hij is tenslotte in 39, zeg ik maar even, omdat ik dat zo oud ik ben. Geschat 39. Dus hij wordt koud gesteld. Ja, het is natuurlijk een soort Prins Charles of Willem Alexander of zo. Ja, die al die te prinsen lang, die maar lopen te lang in de wachtkamer lullen. Zit. Ja. En maar golven en biertje drinken en zo. En nou denk ik dat Willem Alexander niet zo verschrikkelijk worstelt met het leven, tenminste. Ja, maar die weet Prins Charles vast wel. Ja, Prins Charles wel, ja. Ik vond het fantastisch. We hebben toen hij jarig was, of zijn moeder was jarig, weet ik niet, maar in ieder geval zo'n groot, zat zij op die troon met dat kroontje op en hij zei, mami, I drink your health. En je zag dat soort, je dacht, god, dat is, man. Een beetje zo'n druppeltje in dat drankje. Ja. Dat kan ik ook eens. Kill the bitch. Yes. Weet je, en die moeder zit dan nog, maar die blijft er nog 20 jaar. Ja, tuurlijk, die is gewoon helemaal uit kunststof opgetrokken, die vrouw. Die gaat nooit meer. Maar is dat ongeveer wat, ik bedoel, denk je daaraan bij die Hamlet? Want die... Nee. Nou, en dat we wou het hebben over, kijk, bij de Trust, wat ik een fantastische voorstelling vond, en ik schrok heel erg dat ik hem zag. Want ik was al 2 jaar daarmee bezig en opeens komt Teu, die zegt, we gaan de Trust doen en het wordt een succes. En je zit daar en denkt, ja, het is nog goed ook, weet je wel. Ja, verdomme. Het is ook nog goed en hij is jong, hij heeft alles, die jongen. Dus... Ik had wel iets van... In het programmaboekje staat ook nogal nadrukkelijk van... Hamlet is een ouder wordende prins die maar niet aan de troon komt of zo. Ik dacht, god, heeft de afdeling publiciteit die heel goed is... misschien ook echt gedacht te schrijven dat... Nee, maar... Want dan past het zo bij Gijs. Nou, nee, ik heb met Johan wel over gehad. Ik zei, kijk, ik heb dat stuk nou een paar keer gelezen... en ik hoef daar niet iemand anders voor te worden of zo. Ik zei, ik wil het heel graag met mijn ideeën die ik over de rol heb... en wat ik daarbij voel... zonder vreselijk te transformeren. Zonder met een bril en iets dikker of zo. Nee. Een hele interessante, rare Hamlet. Nee. Maar gewoon zo eerlijk mogelijk spelen. Nee. En dat zei hij ook. Nee, oké, en weet je wel, je kaal, weet ik van, maakt niet uit. Je hoeft niet af te vallen ervoor, je speelt het gewoon, jij bent het gewoon. Nee. Dat vond ik heel leuk. Heb je nog iets ontdekt eigenlijk in de loop van het hele proces dat je met Hamlet... Iedereen kent dat stuk in allerlei versies. Persoonlijk heb ik de ervaring dat iedere keer als je het ziet, zie je weer iets anders. Zie je weer een andere stuk van het leven. Heb jij daar iets in ontdekt wat je niet al wist? Ik heb, ja, heel veel, ja. Nou, ik heb gewoon zinnen die zoals ik hem nu speel, dat is natuurlijk altijd een keuze, maar voor mij is dat de goede keuze. Zo'n scène met Ophelia, met Angelique, die achter mij zit, de hele familie. Polonius is daar, met rood haar is Polonius. Dat is Laertes en Angelique is Ophelia. Daar, dat zijn broer en zuster, broer en zus. Even voor de mensen die het niet helemaal paraat zus, hebben. De kinderen van Johan Ooms, die er niet is. Ja, heeft Johan Ooms kinderen? Ja, onvoorstelbaar, maar okay, dat is nieuws. Ik heb het geklapt. Oké, okay, we gaan door. Nou, dat is altijd zo'n moeilijke scène, hè? Want hij zegt, ga naar een klooster en rot op en ik moet niks van vrouwen hebben en een soort haat tegenover die vrouw. En Johan en ik zei, hij houdt ontzettend veel van die vrouw. Hè? Het enige met wie hij die dood van die vader kan delen is die liefde. Dus de liefde kan hem redden, maar hij stoot die liefde af omdat hij een groter doel in het leven heeft. En toen moest ik denken aan de soldaten die naar het front gaan en met alles breken, met hun vrouw breken, omdat ze hun het leed willen besparen. Omdat ze weten, zeker weten, in de Eerste Wereldoorlog was dat, ik ga dood, ik kom die loopgraaf gewoon niet uit. Dus zei, oké, vrouw, je kan de kleren krijgen, ik hoef je niet meer. En dan gingen ze weg en dan wisten ze, nou dan kan ze een nieuwe man vinden. Nou, die ingang voor die scène, die werkt voor mij heel goed. Dat het uit liefde is dat ik het uitmaak of dat ik er wegstuur. En ik zeg, ga weg, joh, ik moet iets anders doen. Ik heb, er zijn grotere dingen in het spel. Zo, en nou, dat zijn dingen die we tijdens de repetitie ontdekt hebben. En dat het de dingen die hij zegt veel minder moeilijk zijn dan ik altijd dacht. Dat ze, dat,
makkelijk is om, of makkelijk, als je daarmee bezig bent, niet zo moeilijk is om er een ingang voor te vinden. Om zijn gedachten te volgen. Maar dat komt ook door de fantastische vertaling, vind ik hoor. Van, ja, die van is Frank prachtig, ja, ja. Ja. Wat is voor jou de zin waar je je elke avond misschien wel weer op verheugt? Of de scène, of het stukje waarvan je denkt... Nou, er zijn een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat ik tegen mijn moeder zeg, het is uit liefde dat ik weet ik het niet eens meer. Nee. Het is uit liefde dat ik wreed moet zijn. Een slecht begin. Waarom spelen jullie die Hamlet eigenlijk niet eens een keertje leuk? Dat jij gewoon een scènetje doet en zij de Hamlet. Ja. Het is uit liefde dat ik wreed moet zijn. Een slecht begin. Wat komt doet nog meer pijn. Dat zeg ik tegen mijn moeder. Het is nog maar het begin. Het wordt nog veel erger nadat ik Polonius gedood heb. En een zin die ik heel erg mooi vind is, ik weet niet waarom ik leef en zeg, dit moet ik doen, terwijl ik redenen, kracht, wil, middelen heb om ze te doen. En dat herken ik heel erg, dat je denkt, weet je wel, dat je s'avonds in je bed ligt en je denkt, morgen ga ik dat en dat en dat en dat doen, en waarom doe ik dat nou niet? En de volgende dag doe je iets anders. Dus dat je heel veel in je hebt wat je niet gebruikt, en dat je daar gefrustreerd over raakt, en je denkt, godverdomme, ik moet nu moet ik het doen, want overmorgen is te laat. Nou, dat zit er heel erg in. Het goede van Hamlet is dat hij dat allemaal zegt en het niet doet. Dat is ook zo menselijk. Dat hij dus zegt, ik moet nu. En hij doet het niet. Ja. Het is een beklagenswaardig mens. Hè? Het is echt een heel... Je wordt toch wel een soort verdrietig van Hamlet, vind ik altijd. Want ja, maar hij... Het is allemaal zo laat daar. Nou, dat is ook de hele ensenering van die voorstelling die prachtig is. Ja, mythisch en kil. Ook, kil ja. En modderig en... Ja. Nou, maar het is wel zoals het is, vind ik. Ik bedoel, ja? Nou ja, ik vind het nogal een somber geheel daar. Nou, maar wie gaat er nou uiteindelijk dood en zegt, ik heb alles gedaan in mijn leven wat ik zou willen doen? Ja. Ik bedoel, niemand. Nee, maar als je nou daarvoor gedaan moet hebben wat Hamlet allemaal heeft gedaan, ik weet niet. Nou ja, heel veel heeft hij eigenlijk niet gedaan. Het overkomt hem vooral, omdat hij maar uitstelt en dus door het uitstellen ook bouwvallen of bouwwerken omvallen. Ja. En... ja. Is het nou... Ik bedoel, je speelt het nog een paar maanden, dit stuk. Ja. En dan is de rol der rollen weer voorbij. Ja. Dan is het echt... Is het daarna niet van, nou ja, we zitten die carrière nog wel uit, maar het echte grote hoogtepunt heb ik gehad? Nee, gelukkig. Nee. Nee, wat dat is natuurlijk wel erg leuk met wat acteren betreft, dat je groeit in naar rollen toe. Ja. Dus ik ben nu bijna 40, dus dat betekent dat, nou, dan kan ik meteen een derde van het repertoire... Ja. De Romeo's en de dingen. En je kan oefenen voor King Lear nu. Ja, King Lear. Nou, de Othello kan nog wel, Othello. Met een zwarte smiek. Ja. Nou, in ieder geval, dat zijn dus altijd weer rollen die zich aandienen. En dingen waar je mee bezig kan houden. Ja. En gelukkig heb je in Nederland televisie, film, theater. En dat is een groot gebied. Ja, plus dat jij natuurlijk toch ook geschreven hebt. Nu één stuk. Ja. En dat gaat dat door? Nou, daar ben ik wel mee bezig, ja. Ik las in de NRC plantage met schrijver, acteur, regisseur. Ja, we wouden een beetje je stimuleren, ja. Anders stel je dat maar steeds uit. Nou, daar had ik wel moeite mee, omdat ik denk, ja, al die schrijvers die echt schrijver zijn en die nog nooit hier gezeten hebben, maar al 20 boeken hebben geschreven. Nou, daar hebben ze hier wel gezeten. Nee, nou ja, oké. Als het goede boeken waren. Als het goede boeken waren, ja. Nee, maar goed, dus ik probeer het en ik kijk wat eruit komt, maar ik wil me nog geen schrijver noemen. Regisseur? Heb ik ook een keer gedaan. New Yorkers, ja. Allemaal met succes trouwens, althans goed beoordeeld. Ja, nou, dat komt ook nog wel een keer, denk ik. Alleen, ik heb ook les gegeven en ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk nog het leukste vond, leuker dan regisseren. Ja. Omdat je, dat is toch zijn andere mensen en dat is een soort enthousiasme wat je daar terugkrijgt. En ik merk toch dat ik het moeilijk vind om collega's waarmee ik op het toneel sta... en die dan ook wel ouder zijn te zeggen van ja, ik vind dat je dat zo moet doen, gewoon punt uit. Dat zou ik wel willen doen, maar dat vind ik dan toch moeilijk. Ja. Ik zeg, je moet het gewoon zo doen, anders vind ik het niet goed. En ik denk dat ik misschien ook wel misschien dan te autoritair ben, of en dan zegt iemand, ja, maar ik wil het zo doen, denk ik, ja, dat vind ik niet goed. Maar ja, doe het dan maar zo, weet je wel. Ja, en terwijl als je les geeft, dan... Nou ja, in feite is dat dus... Wat je als regisseur natuurlijk ook moet leren. Ja, en dat is dat groeien. Waar je in moet groeien. Ja. En dat ik heb het gevoel dat het dat wel komt, maar nog niet helemaal aan toe ben. Ja. In één zin, tot slot, Gijs. Als jij, weet ik veel, een van je kinderen of zo moet uitleggen wat, en ze zou het niet weten. Wat is acteren?
Wat is nou eigenlijk de essentie van dat vak? Ja, spelen. Spelen in de zin van hoe je als kind speelt. Plezier maken. Ja? Ja, voor mij wel. Daar kom ik steeds meer achter dat dat ook te maken heeft met de mensen om je heen, met wie je werkt. Dat je spelen wordt geboren vanuit plezier. Als je geen plezier hebt, heb je geen fantasie, heb je geen verbeelding, heb je geen emotie. Met de kanker in je lijf, zal ik maar zeggen, kan je nog wel spelen. Maar dan moet je meteen op zoek gaan naar het plezier, naar de lust. Dat is voor mij spelen. De lust. Ja. Nou, die schep je er vanaf bij jullie voorstelling, de Hamlet. Dat is een voorstelling met heel veel lust. Ik hoop dat u er nog een keertje naartoe kunt. Ze spelen nog tot en met half april, geloof ik. Ja. En het is tot nu toe steeds erg uitverkocht, maar als je er op tijd bij bent, ik zou een poging wagen. Dankjewel, Gijs. Alsjeblieft. We hebben weer eens muziek. Soms is het er niet, maar vandaag is het er weer wel. En hoe en hoeveel. Ze hebben een paar graden koorts, maar het gaat goed, hè? Het is een band die enorm bejubeld wordt in de muziekpers. Hij heet Soulwax, komen natuurlijk uit België. Want daar schijnt het tegenwoordig allemaal vandaan te moeten komen. Het zijn de twee broers. Wie zijn de broers? Yes, de broertjes de Walen. En zijn jullie al naar Barcelona, door Barcelona gevraagd? Nog niet, hè? Nee, blijf maar lekker bij Anderlecht. Onlangs is er een tweede cd uitgekomen. Ik zei het al, ze heten Soulwax en ze doen het nummer Conversation Intercom. Yeah.